Er is primair bondag. Donderdag, merkeldag. Er is primair bondag. Donderdag, merkeldag. De dag waarop van alles wat. Er is primair bondag. Er is primair bondag. Donderdag, merkeldag. Er is primair bondag. Donderdag, merkeldag. De dag waarop van alles wat. Er is ik ben Toos van Maarden en we zijn al heel vaak in Meppel geweest. Ik ben het eigenlijk een beetje de tel. Henk weet het allemaal precies nog. Ik twijfelde vanmorgen of het de 10e keer vandaag was of dat het 9e. Volgens Henk was het 9, maar Henk zat 9. Oké, maar dan kunnen we dus wel even dus aan Henk vragen. Ik weet is het voor het 9e jaar. Voor het 9e jaar. En daarbij ook nog 6 jaar achter elkaar de Koninginnedag. Ze staan altijd ook bij Jaap de Boer te zingen. We komen nooit meer naar Amsterdam, de Koninginnedag. Dan zeggen ze, dan zien jullie dat helemaal niet. Nee, ik zeg, Meppel is ons heilig. Leuke mensen. Op de achtergrond hoort u nog het Amsterdamse lied. Dat zijn allemaal collega's van jullie die dus hier zouden ook denk ik naar Meppel toe gaan om een stukje gezelligheid. Ja, dat vinden we juist leuk. Dat je met allerlei collega's staat. En het is geen haat en nijd hier met elkaar. We zingen om zijn beurt, ik noem het altijd maar stuivertje wisselen. Van het ene podium naar het andere. En dat brengt de gezelligheid erin en de leuke variatie erin. En Henk zegt van, je kunt nooit te oud zijn om dus in Meppel dus te zingen. Nou, ik denk dat het ook zo is, want als ik kijk dus op het programma, dan staat ook nog Mees. En Mees is denk ik een jaar of 14, 15? Ik heb geen idee. Kijk, doordat wij altijd bezig zijn, heb ik Mees nog nooit zien zingen. Nee. Nou, ik heb hem verleden jaar dus ook geïnterviewd en heb ik hem beluisterd. Maar ja, het is natuurlijk een schat van een ventje. En hij zingt ook nog leuk. En ja, dan denk ik van, zowel u als hij, dus dan is het dus voor jong en oud. Ja, natuurlijk is het voor jong en oud. Ik kan hem alleen maar meegeven, blijf gewoon jezelf en blijf uit je hart zingen. Leugen en verloren van de trouw. Wat ben jij toch voor een vrouw? Veel te wat. En jij was een vrouw, aan de lijst. Yeah.
is de toren die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor de man als een paros, de paar op een onze Jordaan. Als je niet laat je horen, want voor de mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh, 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 Johnny. Zing een liedje voor mij alleen. Oh, Johnny, zing het zacht voor je heen. Dan voel ik spontaan mijn hart open gaan. Oh, Johnny, waarom zei je dat? Ik heb naast me zitten Dario. Ja, klopt helemaal. En Dario die komt natuurlijk uit Amsterdam, dat kan niet anders. Uit het hartje. Uit het hartje van Amsterdam. En ja, als ik het goed begrepen heb, heb jij ook een eigen show gehad in Ahoy? Nou, niet Ahoy, wel de Heineken Music Hall. Dus Ahoy was wel heel groot natuurlijk, er gaat 15.000 man in. Maar in dit geval waren het er bijna 5.000. En dat is in 2007 geweest. En dat was een uitverkochte Heineken Music Hall. En afgelopen jaar, in mei dit jaar, heb ik bij niemand minder dan Henny Huisman in de Surprise Tables een concert gegeven. Dat was ook heel leuk. Kijk eens aan. Dus wat dat betreft, kijk eens, een beroemdheid hier in Meppel wat dat betreft vanuit Amsterdam. De Amsterdamse dag in het programma van Donderdag Meppeldag is eigenlijk een top dag. Ja. En wat dat betreft beaam ik dat ook. En ik denk dat jij dat ook wil doen. Want als je dus ziet hier in de binnenstad dat allerlei mensen uit Amsterdam optreden, is het gewoon een geweldig spektakel. Ja, ik heb me laten vertellen dat er maar liefst 121 optredens plaats gaan vinden. Dus dat is uniek. Ik denk eerlijk gezegd, ik loop al 20 jaar mee in het vak. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. En toch gebeurt het elk jaar weer in Meppel. En net u dus zegt, niet alleen mensen uit Meppel, maar ze komen tegenwoordig overal vandaan om dit mee te maken. Dat is fantastisch. Ja, dan kun je dat dan verklaren. Maar althans, misschien kun jij daar een antwoord op geven. Van, hoe dat dan kan dat zo'n nuchtere Noordeling uit Drenthe, dat die dus zo met een Amsterdamse cultuur verweven is? Ja, ik denk dat heel veel mensen zich met de teksten kunnen verweven. Het Amsterdamse lied is een lied uit het hart. Wij zeggen altijd maar een lied met een snik en een traan. En dat zijn hele goede teksten. Ik bedoel, als je de teksten neemt van vroeger van Johnny Jordaan, Tante Leen, Willy Alberti, die worden nog steeds bezongen. En dat zijn tijdloze liedjes. En dat vind ik bij mij, ja, dat denk ik dat iedereen in heel Nederland, het maakt niet uit waar je komt, maar die liedjes, die leggen mensen, ja, dat leggen zich na. En dan denk ik bij mij, ja, ik kan me voorstellen dat iemand het leuk vindt. Ik verwacht dat zoiets lijkt. Oh, maar vanavond kan ik er niet tegen. Op en top, ja, ik vind er weer uit. Ik voel, ik kan niet bergen door bewegen. Gaat die goed, kort? Ja, je niet moeit. En dan zeg ik, op alle graf vooruit. Hey! Heb jij ook zo'n avondvol als het me aankijkt? Heb jij ook die gekke kriebels in je maag? En vond jouw hart als ik een drankje voor je aanreik? Ik wil het weten en het er is ook een hoop vandaag. Ik wil geven, ik wil nemen. Laat me je verwennen. Bij de tuin, hier in de groep. Die aan zomaar op die straat. En ik ben verliefd, ik ben verslaafd. Die aardig moet ik je bekennen. Dus wat ik niet, het overviel me. Je weet wel hoe dat gaat.